12 juni was het weer zover. De VOV hield de jaarlijkse haringparty. Dit jaar werd de overheerlijke haring geserveerd op het terras van Spoor 7 bij het station in Holland. En wat ik nu doe is, kijk, ik snij hem open en dan haal ik de haring eruit. De haring werd vakkundig schoongemaakt door VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge. En dat is wel lekker. De genodigden maakten tijd voor een gezellige babbel. Maar ook diverse actuele politieke thema's werden besproken. Zoals de voorgestelde OZB-verhoging, de verkeerssituatie in Ommen, de forensen- en toeristenbelasting en de voorgenomen sluiting van het Tinnend Figurenmuseum. Het prachtige weer maakte dat het een heerlijke en gezellige middag werd.